Ja, als je zelf eigenaar bent van een goochelwinkel, dan is goochelen je hobby eigenlijk niet meer. Klinkt natuurlijk een beetje raar, want goochelen is natuurlijk wel degelijk mijn hobby. Maar ik heb een nieuwe hobby gevonden. Ja, heel raar. Ik vang tegenwoordig spoken. Ik ben een soort Ghostbusters. Nou, hier, ik heb er één. Zie je dat? Ja, dat is het. Oh, ja. Dat is het nadeel. Spoken zijn natuurlijk een beetje onzichtbaar. Dus heb ik iets op gevonden? Ik heb namelijk een klein doekje meegenomen. Ja. Het wordt wel lekker zwart allemaal. Maar ja, dat is wel het leuke. Want als ik nou van dat doekje een soort huisje maak, dan... Kijk. Hop. Dan duikt het spookje zo in het huisje. En als ik het goed heb gedaan, ja, dan gaat het spookje natuurlijk... dan heb je soms wel eens kans dat... Dan heb je soms wel eens kans dat je het spookje een beetje kunt zien. Zie je dat? Ja, wacht, ik doe hem even in mijn broekzak. Dan weet je in ieder geval dat ik niet iets raars sta te doen. Want, nou, dat is natuurlijk gewoon wat het is. Dus ik zal nog een keer het huisje maken voor hem. Spookjes zijn gek op huisjes. Zie je dat? Hop. Stop ik hem zo in het huisje. Dan kan hij er niet meer bij, kan hij er niet meer uit. En toch is het een... Oh. Nou, ik zal hem vrijlaten. Want uiteindelijk is het toch wel een geinig trucje misschien. Of is het nou echt? Nou, ik weet het niet meer.